Er zit iets anders achter, daar ben ik het eigenlijk helemaal niet mee eens. En dat is het idee, want anders kan je dit niet zo tot uitdrukking brengen, dat dit een act of war is. Dat het hier gaat in feite om reguliere oorlogvoering. Naar mijn idee gaat het helemaal niet om reguliere oorlogvoering, want dan ga je er naar mijn gevoel vanuit dat twee soevereine naties met elkaar in oorlog raken. Dit is een fundamenteel andere situatie, namelijk een situatie waarbij een terroristische daad is gepleegd door een organisatie die helemaal niets, laten we zeggen, heeft van de trekken van een natie, behalve wanneer mogelijkerwijs een natie erachter zit. Als dat zo zou zijn, zou het ook heel anders uit gaan zien. Dan kun je spreken van een act of war. Maar wat vindt u dan van de analyse die op dit moment ook opgeld doet, dat er nu een nieuw tijdperk begint, waarin het gevaar dus niet meer het Oostblok is of een andere staat, maar waarin het gevaar het terrorisme is. De oorlog met terroristen. Ik sta zeer achterdochtig ten opzichte van observatie dat er juist vandaag, gisteren, deze week nog een nieuw tijdperk is begonnen. Want dat tijdperk hebben we al een hele tijd. Namelijk dat terroristische aanslagen altijd en overal mogelijk zijn. Met name wanneer er sprake is van suïcidale uitvoerenden. Want dan kun je je van alles en nog wat permitteren. Maar goed, er wordt juist nu ook dat een feit beetje gedaan alsof dit de eerste terroristische aanslag is. Maar dat is de schaal is enorm en de effecten zijn enorm. Maar we hebben natuurlijk reeksen van terroristische aanslagen. Wij houden erg van relativeren, maar het begint ons nu te erg te worden, geloof ik. Want kijk, het is toch zo dat ook bij vliegtuigkapingen... U wilt een nieuw tijdperk laten beginnen. Nou, dat is begonnen, want vliegtuigkapingen in de jaren 80, 70, die hadden ook vrij snel navolging overal over de wereld bij andere groeperingen. Die vonden dat wel een aantrekkelijke manier om hun eisen voor elkaar te krijgen. U denkt dat dit een sterke voorbeeldfunctie zal hebben? Dat zou kunnen. Nou, blijkbaar zijn er fanatici genoeg in de wereld. Sluit ik niet, hè. Dan krijg je nog vandaag in Rotterdam langs een gebouw waarbij je kijkt omhoog naar zo'n glazen toren en je ziet het vliegtuig erin knallen. Serieus, u zegt zelf daar ook over, het is ook iets waartegen je niet kunt verdedigen. Nee, nou, dat is dus ook misschien reden te meer om aan te nemen dat deze methode navolging krijgt. Ja, als je dan maar realiseert dat het terroristische daden zijn, het zou navolging kunnen krijgen, hoewel ik het wel erg dramatisch vind om te denken dat dit nu verder met grote regelmaat zal gaan plaatsvinden. Dat lijkt me ook een tikkeltje overdreven gesteld natuurlijk. Waarom? Maar het waarom? Is een... Nou ja, dat... Wie zouden dat dan moeten gaan doen? Op welke plek zouden dat gisteren deden dat ook, waren het er ook vier die het opeens deden. Nou, ik geef toe, het is niet uitgesloten. En er wordt ook veel te veel gesuggereerd nu weer. Ook allemaal mooie retoriek. Nieuwe samenwerking. Nieuwe geweldig strenge veiligheidsmaatregelen. Maar de essentie van dit soort van zaken is dat er helemaal niets tegen te doen is. Nee, dat is zoals misschien ik wel ook heb, juist het probleem. Als iemand die dat kan weten, is het wel Barak. En die legde dat gisteren heel helder uit. Hoe dat in elkaar zat. Denk aan Israël. Wat in feite een staat is in de greep van draconische veiligheidsmaatregelen, waar ze ook nog alles van die lui grijpen, maar daar komen ze er altijd tussendoor. Ja, bij mij historicus Maarten van Rossum, welkom. Destijds 5 jaar geleden ook studiogast, toen in een uitzending van de gezamenlijke omroepen over de aanslagen op het WTC en het Pentagon. Daar gaan we even naar een stukje kijken. Maar wat vindt u dan van de analyse die op dit moment ook opgeld doet, dat er nu een nieuw tijdperk begint? Ik sta zeer achterdochtig ten opzichte van observatie dat er juist vandaag, gisteren, deze week nog een nieuw tijdperk is begonnen. Want dat tijdperk hebben we al een hele tijd. Namelijk dat terroristische aanslagen altijd en overal mogelijk zijn. Met name wanneer er sprake is van suïcidale uitvoerenden. Want dan kun je je van alles en nog wat permitteren. Maar goed, er wordt juist nu ook een feit beetje gedaan alsof dit de eerste terroristische aanslag is. Maar dat is de schaal is enorm. En de effecten zijn enorm. Maar we hebben natuurlijk reeksen van terroristische aanslagen. Wij houden erg van relativeren, maar het begint ons nu te erg te worden, geloof ik. Want kijk, het is toch zo dat ook bij vliegtuigkapingen... U wilt een nieuw tijdperk laten beginnen. Nou, dat is begonnen, want vliegtuigkapingen in de jaren 80, 70, die hadden ook vrij snel navolging overal over de wereld bij andere groeperingen. Die vonden dat wel een aantrekkelijke manier om hun eisen voor elkaar te krijgen. U denkt dat dit een sterke voorbeeldfunctie zal hebben? Dat zou kunnen. Nou, blijkbaar zijn er fanatici genoeg in de wereld. Sluit ik niet, hè. Dan ga je nog vandaag in Rotterdam langs een gebouw waarbij je kijkt omhoog naar zo'n glazen toren en je ziet het vliegtuig erin knallen. Ja,
Dat was 5 jaar geleden. Ze waren boos, hè, dat over dat gebeurde. Ja, ze waren ontzaglijk verontwaardigd. Maar goed, als je nu achteraf, 5 jaar later, met alles wat er sindsdien toch ook gebeurd is, toch niet ietsje overdreven gebagatelliseerd en gerelativeerd? Nee. Tegendeel, ik had het nog veel scherper aan moeten zetten. Want wat we niet gezien hebben, is dat Hagens zei dat de Derde Wereldoorlog was begonnen. En dat toch de suggestie werd gewekt dat dit niet een incident zou zijn, maar dat in feite in de grote steden van het Westen wij aanhoudend met dit soort verschijnselen te maken zouden krijgen. En ik herinner mij dat aanvankelijk Wim Kok, toen nog minister-president, eigenlijk vrij terughoudend was. Maar bij de algemene beschouwingen plotseling op sonore toon zei: Nederland is in oorlog. En het waren dat soort van geluiden die naar mijn idee volstrekt onjuist waren, die de mensen ook allerlei angst hebben aangejaagd, waar helemaal geen enkele reden voor was. En de hele zaak is naar mijn idee op nutteloze wijze opgeblazen. Maar goed, als je het een incident noemt, dan eigenlijk ga je er dan vanuit dat er dat de wereld niet veranderd is, dat ook dat de wereld hetzelfde zou zijn geweest als dat incident niet had plaatsgevonden. Kijk, dat is natuurlijk niet zo. Ik bedoel, zelfs als ik mijn neus snuit, verandert de wereld dan een klein beetje door. Dat is nu eenmaal zo. Maar daar hebben wij geen last van. Lange termijn kan dat enorme effecten hebben als ik het kippenvirus heb. Maar het gaat nu om de vraag hoezeer de wereld. Natuurlijk is de wereld enigszins veranderd door deze gebeurtenissen. En zelfs meer, moet ik toegeven, dan ik toen dacht. Maar dat ligt vooral aan het feit dat de Amerikaanse regering deze zaak gebruikt heeft, misbruikt heeft, mogen we rustig zeggen, om een omvangrijke oorlog in het Midden-Oosten te beginnen tegen Saddam Hussein, die zogenaamd mede verantwoordelijk zou zijn of verantwoordelijk zou zijn, terwijl dat natuurlijk allemaal gelogen was en levensgevaarlijke propaganda bleek te zijn. Maar goed, hoe je het wendt of keert, hoe dat ook komt, maar het heeft dus tot gevolg gehad dat we het Westen Afghanistan binnen zijn gevallen, dat we daar nu nog zitten, dat we Irak zijn binnengevallen, dat we daar nu nog zitten. Nee. Afghanistan akkoord. Want daar was Bin Laden en daar waren de Taliban niet meer. Daar was een legitieme reden om iets te doen. Maar in feite was het zo dat bij Irak een heel andere politieke agenda in feite op cynische wijze binnengesmokkeld is achter de rug van de aanslag van 9-11. En dat is natuurlijk met alle mogelijke dingen gebeurd, omdat deze Amerikaanse regering vanaf het allereerste moment, daar zijn hele goede getuigenissen voor, begrepen heeft dat dit een unieke mogelijkheid was om een hele politieke agenda die anders niet realiseerbaar zou zijn geweest, nu wel te realiseren. We zien nu trouwens ook, ook weer in dit filmpje, de dramatische effecten van deze agenda, die namelijk tot de meest afschuwelijke, onbeschrijfelijke ellende heeft geleid. Maar betekent dat dan ook dat in uw ogen het anders zou zijn gelopen, dus dat de gevolgen, noem ik het toch nog maar even, wat er na 11 september is gebeurd, anders zou zijn gelopen als daar Clinton of Gore hadden gezeten in de regering? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat bij een presidentschap van Gore, wel ik dat natuurlijk absoluut niet zeker weet, dat blijft gissen. Maar ik denk niet dat die een oorlog tegen Irak zouden zijn begonnen. En heel veel ellende is in feite het gevolg van de oorlog tegen Irak en de effecten die die oorlog tot op heden gehad heeft. De destabilisering van het Midden-Oosten, de veranderde positie van Iran. En natuurlijk het immense cynisme wat die oorlog in Amerika heeft veroorzaakt nadat gebleken was dat natuurlijk over de zogenaamde redenen voor die oorlog systematisch gelogen is door de eigen regering. Ja. Ik geloof dat zelfs nu Balkenende erachter is. Dat het niet helemaal in orde is met die ooit gegeven motieven. Niettemin zijn wij nu verwikkeld in een soort van oorlog tegen terreur. Al was het maar omdat het een zelfverklaarde oorlog is. Het is een zelfverklaarde oorlog waaraan wij meedoen. Dat is het hele probleem. Vanaf het allereerste moment, en de Amerikanen zijn daarmee begonnen, met name de president, is dit gedefinieerd als een oorlog in een minder meer traditionele zin van dat woord. En de Amerikanen hebben natuurlijk overal grootschalig militair geweld gebruikt. Overigens met geen enkel effect, behalve dat het jihadisme daardoor is toegenomen. En het is ook zaak dat wij ook constateren dat wij geen oorlog voeren. Nederland is niet in oorlog. Of want in oorlog ben je met een land. Ja, bijvoorbeeld. En bovendien, wat we al doen, als we al iets doen in Afghanistan, wil ik dat geen oorlog noemen, maar dat zijn trouwens opbouwwerkzaamheden, mag ik daar even op wijzen. Dat schijnt juist helemaal vooral geen oorlog genoemd te mogen worden. Het is juist het sociaal werk wat wij daar doen, wat van zo'n immense betekenis is. Maar u kunt toch niet volhouden dat er sinds 11 september geen enkele dreiging meer is geweest in de wereld van terrorisme? We hebben verschillende aanslagen gehad. Londen, Madrid. Ja, maar mag ik erop wijzen dat heel andere aanslagen waren dan deze?
die we nu gedenken vandaag. Deze was een aanslag die in principe georganiseerd was door Al-Qaeda, een organisatie onder leiding van Osama Bin Laden. Wat we sinds die tijd hebben gezien is dat jihadisten, meestal van lokaal allooi en lokaal opgegroeid en gekweekt, een heel ander soort van actie hebben gevoerd, waarbij met name in een soort van actieve huisvlijtbommen veroorzaakt worden, die overigens heel verschrikkelijk en onaangenaam effecten hebben. Maar waarbij Bin Laden de Messias was. Ja, maar dan heeft dus Bin Laden is daar niet meer de leider van een organisatie, maar die is in feite de symbolische heiland van een wereldwijde jihadistische beweging geworden. En nu wil ik ook nog claimen dat het allemaal heel erg is wat in Londen is gebeurd en wat in Madrid is gebeurd en wat op Bali is gebeurd, dat zonder twijfel. Maar het is op geen enkele wijze is het een bedreiging voor de coherentie en de continuïteit van ons type van samenleving. Dat hadden we ook heel goed kunnen weten. Dan waren we ook niet gevallen voor al die historie. Omdat natuurlijk allerlei landen, Frankrijk, Engeland, Spanje, hebben al decennia te maken met terroristische activiteiten. Maar is het al, niet alleen al een bedreiging van de coherentie van onze samenleving, omdat wij er zo op reageren? Ja, dat kunt u rustig zeggen. Dat dus de grootste bedreiging zijn wij zelf. En namelijk de historie die wij gekweekt hebben, die trouwens door de Amerikaanse presidentenregering wel bewust gekweekt is. He, we hebben een heel patroon van systematische bangmakerij gehad in de afgelopen jaren, om natuurlijk de macht van de president met name te vergroten en de mogelijkheden van die Amerikaanse regering ook te vergroten. Niettemin, zoals het gelopen is, zoals de Amerikaanse politiek nu nog in elkaar zit, zoals wij in het Westen nog steeds met de Amerikaanse politiek meelopen, ons daaraan spiegelen, kunnen we nog terug? Ik denk dat we nog steeds terug kunnen. Wij zouden bijvoorbeeld kunnen zeggen dat we ons bedacht hebben en dat de hele wijze waarop Nederland zich geëncarnieerd heeft met de oorlog tegen het terrorisme, zoals gedefinieerd door de Amerikanen, met alles wat daaraan vastzit op het punt van de Geneefse conventies, Abu Ghraib, de geheime gevangenissen, de hele bliksemse boel, dat we daar ons simpelweg niet mee willen inlaten. Maar dat zullen we niet doen. Jammer genoeg niet. De Nederlandse regering heeft daar bijvoorbeeld anders dan de Belgische een volstrekt verkeerde keus gemaakt. En overigens tot op heden in de volksvertegenwoordiging niet duidelijk gemaakt waarom die keuze gemaakt is. Dan is de vraag, hoe lang gaat dit nog duren, deze angst die we onszelf steeds weer aanpraten. We moeten enorm oppassen dat we ons niet banger laten maken dan noodzakelijk is. En dat niet willekeurige personen, je ziet dat nog wel eens op het scherm, dat iemand in Koevoorde zegt, ik ben zo bang voor terrorisme. Wordt uw verhaal niet anders als er morgen inderdaad hier een terreuraanslag wordt? Nee, helemaal niet. Ten eerste zou dat waarschijnlijk een vrij kleinschalige aanslag zijn. En wat ik er zo van heb gezien tot op heden, maken de jihadisten op mij een weinig competente indruk. Ik hoop niet dat ik u nog een keer aan uw woorden hoef te herinneren, overigens. Nou, zelfs als een aanslag zou plaatsvinden, dan lijkt mij nog steeds mijn betoog recht overeind te staan. Het gaat namelijk om de cohesie en de continuïteit van ons type van samenleving. Dat wordt meer bedreigd door datgene wat de Amerikaanse regering heeft gedaan sinds 11 september, dan door de jihadisten. Dank voor uw komst. We herdenken 10 jaar 9-11 natuurlijk. En jij viel op 10 jaar geleden door je wat relativerende wijze van commentaar geven. Daar kijken we even naar. Ik sta zeer achterdochtig ten opzichte van observatie dat er juist vandaag, gisteren, deze week nog een nieuw tijdperk is begonnen. Ik geloof dat vandaag de geschiedenis een totaal andere wending neemt. Ik denk dat de wereld niet meer hetzelfde zal zijn. Nee. Ik wens niet te capituleren voor terrorisme. Je krijgt natuurlijk nu allemaal geleerde praat van scherper controles. En hoe lang duurt dat? Dat duurt een paar maanden, dat duurt misschien een jaar, misschien duurt het 2 jaar. En dan houdt dat vanzelf weer op. En dat we dachten dat veiligheid in de wereld was, is totaal veranderd. Het is eigenlijk een soort van nieuwe koude oorlog. Het zou navolging kunnen krijgen, hoewel ik het wel erg dramatisch vind om te denken dat dit nu verder met grote regelmaat zal gaan plaatsvinden. Wat denk je als je dit terugziet en jezelf? Dan denk ik dat ik er raar uitzie. In de allereerste plaats natuurlijk. En vervolgens denk ik dat ik het grootste gelijk van de wereld heb. Ja. Ik vond het de reacties in dat tijd volstrekt overtrokken. En bovendien, dit is dan nog maar het begin. We hebben wekenlang een soort van hysterie gehad over een nieuwe koude oorlog. De derde wereldoorlog is begonnen. Botsende beschavingen. De westerse cultuur staat op het scherp van de snede. Het kon haast niet op. 256 gekaapte jumbo's zouden zich op nucleaire reactors storten.
Anthrax sproeivliegtuigen zouden onze landbouw onmogelijk maken. Onze watervoorraad zou spoedig vergiftigd worden. Het was een ballet van de meest fantastische voorspellingen, waarvan er dus geen enkele is uitgekomen. Rond die dagen, dus even los van wat er later wel of niet is uitgekomen, waren de mensen die konden jouw commentaar toen niet helemaal waarderen. Want wat voor reacties heb je toen gehad, met name de eerste week? Nou, ik heb mijn oude mailadres moeten stoppen eigenlijk. Ik heb nu een nieuw diepgeheim mailadres. Althans, ik hoop dat het diepgeheim is. Want het was een lawine. Ja, het woord tsunami gebruik ik niet graag in verband met andere overwegingen. Maar het was een lawine. Wat vonden ze van jouw commentaar van dan? Van woede. Ja? En ja, dat ze me nooit meer wouden zien. Dat emigratie in aanmerking kwam. En wat hun betreft kon ik naar Patagonië verdwijnen. En daar kwam het kwam op neer dat ze me niet meer wilden zien en horen. En de chef actueel van de NOS heeft na een dag of 3-4 besloten dat er aan mijn commentaar geen behoefte meer was. Want dat week af van het gangbare commentaar. En u weet, we hebben in Nederland vrije meningsuiting, behalve wanneer we allemaal boven ons theewater zijn. Want dan hebben we dat even niet. Nu waren we natuurlijk allemaal wel een klein beetje in shock. Ik bedoel, als ik die beelden nu zie, 10 jaar later, ja, dan krijg ik weer kippenvel. Niet in shock, dat is eigenlijk het. Ik vind het heel dramatisch en verschrikkelijk. Ja, vond je het wel dramatisch dan? Ja, ik vond het ook vrij spectaculair, moet ik zeggen. Ik kon me wel voorstellen dat mensen zeiden, is het misschien een opname van een Hollywoodfilm? Ja. Want mensen dachten dat. Het ging er mij niet om het te bagatelliseren. Het ging mij nou juist om het volstrekt overtrokken commentaar wat we in de dagen en weken daarna gehoord hebben. Ja. Tot overigens geloof ik de ruzie in het CDA begon tussen Van Rij en de hoofdschrijver. En toen was het ineens van de voorpagina. Ja, als je het woord spectaculair gebruikt, daar zit ook wel iets in van dat is niet iets meelevends. Spectaculaire beelden, ja, dat zal waar niet zijn. Niet iets meelevends. Ik heb dat toen nog wel eens zo geformuleerd van dat je kennelijk, als je hier iets over zei, dat je eerst je emotiediploma moest halen. Eerst pinkt hij een traantje weg, een schokkende stem en dan kun je wel aan de gang blijven met commentaar op het nieuws. Ja, maar er waren 3000 doden toch, geloof ik? Ja, maar ik herinner me kort daarvoor was een aardbeving in Pakistan. Er waren 42.000 doden en daar kraai je erin aan, maar er was geen schok in de... Geen gebroken stem, geen traantje. Want dat was heel karakteristiek toen, dat je hoorde veel mensen zeggen van ik ben er zelf geweest, dan is het erger. Hè? Als je zelf in Pakistan bent geweest, is het erger. En als je er nooit geweest bent, denk je ja. Maar koos jij nou deze toon omdat je als het ware een tegenwicht wilde geven tegen de andere commentaren? Of was dit een toon die diep vanuit jezelf kwam? Dat laatste, want het woord kiezen, dan denk je al dat ik daar geweldig heb staan nadenken. Van ja, ze zijn nu allemaal gek geworden, dus het is mijn taak om daar een beetje tegenstuur te geven. Maar dat was het helemaal. Ik was zo stom verbaasd over de volstrekte hysterie die ook in de studio heerste. Je was verbaasd dan over de hysterie, dan over wat daar gebeurde? Nou, daar was ik al een dagje verbaasd over, want toen was de zaak al enige tijd gaande. Maar dat men niet in staat was om zich te realiseren dat het uiteindelijk ging om een terroristische aanslag. Want dat was eigenlijk mijn insteek. Het is geen oorlog, het is een terroristische aanslag. Maar door de aard der gebouwen en de gekozen methode is het resultaat buitengewoon spectaculair. Want we hebben aanvankelijk nog even gedacht, er werkt in beide toren 15.000 mensen, dat als ze er allemaal in zouden hebben gezeten, dat er 30.000 doden zouden zijn. Het interessante was dat kennelijk ook die Amerikanen allemaal veel te laat achter het bureau waren verschenen. En dat er tenslotte dus maar enkele duizenden doden zijn gevallen. Een van de mensen die grote woorden gebruikte in die tijd was premier Wim Kok. Het internationaal terrorisme heeft op 11 september de oorlog verklaard aan essentiële waarden van de vrije wereld. We staan voor een harde strijd tegen het internationaal terrorisme. Waar men in het Engels taalgebied spreekt van een war on terrorism, zo spreek ik in onze taal nu van de strijd tegen het internationaal terrorisme. En dat zal een taaie en langdurige strijd zijn. En vond je dit ook te ver gaan? Ja, ik vind het dat ze minister, dit is zijn algemene beschouwing in 2001. En hij zegt met zoveel woorden, we zijn in de oorlog. Wat natuurlijk de grootste lulkoek van de wereld was. Want we waren helemaal niet in oorlog. En we zijn in de jaren daarna ook niet in oorlog gebleken. Ook al hebben wij ook onze eigen rare bijdrage geleverd aan de ongelooflijke kostbare poppenkast en nutteloze oorlogen die de Amerikanen op grond van deze aanslag hij heeft toch gelijk als hij zegt, die 10 jaar daarna...
hij voorzag het, die 10 jaar daarna, dat zouden zware jaren worden. Los van de vraag wat we precies deden, het was een strijd tegen terrorisme en het waren 2 of 3 oorlogen. Dan heeft hij toch gelijk. Ja, maar dat ligt aan de Amerikanen die natuurlijk top. Kijk eens, de Amerikanen hebben na 9-11 alles fout gedaan wat ze menselijkerwijze fout hadden kunnen doen. Ze zijn oorlogen gaan voeren die ze nooit hadden moeten voeren. Ze zijn Irak binnengevallen wat niets met Al-Qaeda of 9-11 te maken had. Maar jij voorzag dat kennelijk niet toen. Nou, dat ze zo gek zouden zijn, nee, dat kan een normaal mens niet verwachten. Nou, premier Kok zei die eerste avond al, ik hou mijn hart vast voor wat Amerika gaat doen. Nee, zo zei hij het helemaal niet. Hij zei, ik hoop, want dat is juist zo interessant als je hem hier ziet bij de algemene beschouwing. En zijn eerste reactie was dat hij mededogen formuleerde voor de Amerikanen, geheel terecht en begrijpelijk van de minister-president. En vervolgens zei, ik hoop dat zij in waardigheid zullen reageren. Ja, maar daar zat de gedachte over, als ze dat maar doen. Precies. En hij heeft achteraf natuurlijk het grootste gelijk van de wereld. Maar waarom voorzag hij dat wel en jij als Amerika-deskundige niet? Ja, hij voorzag dat niet, want je had dan dat interview in de NRC moeten lezen van een paar dagen geleden, waarin hij zei, ja, ik had geen idee dat ze zo idioot zouden reageren. Het interessante is, Bolkestein, altijd de afstandelijke, enigszins deftige analyticus, heeft Kok toen scherp terecht gewezen dat het ging niet aan om bij deze gelegenheid dit soort van lullig commentaar te geven. Gemekker aan de zijlijn. Gemekker aan de zijlijn. En Kok heeft gelijk gekregen. Meer dan hij ooit had kunnen vermoeden. Ja, maar en Bolkestein zat er totaal naast. En jij zat er ook naast? Nou, ik zat er niet naast, want ik heb niet gezegd hoe het zou lopen. Ik heb niet verwacht dat de Amerikanen zo onbeschrijfelijk stomzinnig zouden reageren als ze gedaan hebben. Je bent Amerika-deskundige. Ja, maar je hebt ik ben Amerika-deskundige, maar ik was onvoldoende George W. Bush-deskundige. En daar hebben we natuurlijk een president van een zo onbeschrijfelijke stomzinnigheid en hubris tegelijkertijd, dat dit kon eigenlijk vrijwel niemand voorzien. Want uiteindelijk is het wel. Mag ik er nog op wijzen, al die fijne Nederlandse deskundigen die jarenlang het een geweldig idee vonden, de war on terror, die al die kletskoek over de westerse beschaving en de botsende beschavingen hebben bevestigd, die praktisch als één man voorstanders waren van die inval in Irak. Ja. Al die oorlogen, by the way, die in totaal zeker tussen de 3.000 en 4.000 miljard dollar gaan kosten, als je ook de veteranenkosten daarbij optelt, die zijn op krediet gefinancierd. Mm. Daar is geen cent voor uitgetrokken op de begroting. Daar zijn geen bezuinigingen voor doorgevoerd. Nee, want je schrijft deze tegelijkertijd heeft deze oelewapper ook nog eens een keer 3 keer de belastingen verlaagd, zodat het land nu zijn we 10 jaar verder, in de grootst mogelijke financieel-economische problemen is geraakt. Deze week schreef jij een stuk waarin je zei, de kredietcrisis is veel erger dan die crisis toen. Ja, die is stukken en stukken erger. Maar door de kredietcrisis zijn nog niet echt doden gevallen, geloof ik. Dat kun je helemaal niet bewijzen, hoeveel mensen zelfmoord hebben gepleegd, omdat ze wel ontslagen zijn. In Amerika ligt de werkloosheid zogenaamd op 9%, maar waarschijnlijk op 15% of zo. Hoeveel mensen daarover een wanhopig zijn, weet je niet. En als je kijkt naar ons dagelijks leven van de burgers in de westerse rijke landen, dan is de impact van de kredietcrisis veel groter geweest natuurlijk dan de impact van 9-11. Maar in welk opzicht dan? We hebben toch geen 3000 mensen nog hoeven te begraven, gelukkig? Nou, dat hebben we niet, maar we hebben een hele diepe recessie achter de rug. Het herstel is kwetsbaar. We zitten in Europa met een omvangrijke crisis die in feite direct herleid kan worden tot de kredietcrisis. En we zitten in de Verenigde Staten met een gigantisch probleem. Hm. Wat gezien het feit dat één van de twee partijen daar bestaat uit volstrekte halve garen. Je bedoelt de Republikeinse partij, neem ik aan? Dat spreekt. Voorlopig onoplosbaar is. Ja. Nou, daar gaan we nu niet op door. Heb jij ook enthousiaste reacties gekregen toen? 10 jaar geleden, toen je zo relativerend was? Ja, dat was, men was woedend. Mijn vraag is, heb je ook enthousiaste reacties gekregen? Dat was een hele wonderlijke zaak. De eerste 10 dagen was het echt niets dan haat en narigheid. Schiet die baard van de buis af en dat soort van commentaar, zou ik maar zeggen. Maar ook hele handige commentaren. Die hadden dan in de aanhef van de mail staan, goedemorgen meneer Van Rossum. Dan denk je, wat gezellig, wat leuk. En dan knipt hij het open en dan was het 1 lange verwensing. 3 A4'tjes verwensing. Echt baard, Vught. Hele wonderlijke plaats moet dat zijn, Vught. En toen na een dag of 10 was er een soort kentering. Begonnen er mails binnen te lopen van mensen die zeiden van, ja,
toch wel goed dat iemand een beetje tegengas heeft gegeven. Misschien had u wel gelijk. Kijk, toen en al. Toen kwam het tenslotte, dat was eigenlijk het hoogtepunt. Er werd aangebeld bij mij in Utrecht en daar stond een wat ouder echtpaar met een klein tuiltje bloemen. En die zei, ja, zij kwamen mij dat tuiltje bloemen brengen. Want ik was eigenlijk in deze bange, duistere dagen het enige baken van hoop en licht. En toen dacht ik, goh, ik heb toch iets goeds verricht. Hoe ga jij zondag herdenken? Ga jij zondag herdenken? Ik ga zondag niet herdenken. Ik heb het nu. Dit is een beetje net als die voetbalmomenten. Oh, sorry, daar zou ik het niet over hebben. Dit is nu iets wat we echt allemaal 10.000, 20.000, 30.000 keer gezien hebben. En dat versterkt natuurlijk ook het effect ervan. Ja. Jij gaat zondag op niks doen, althans niet iets wat hiermee te maken heeft. Nee, ik geloof niet. Gaan we iets doen, maar niet heeft niet specifiek met 9/11 te maken, nee. Oké. Nou gaan we, laten we even naar IS gaan. Ik geloof dat 8 van de 10 mensen die in het kader van IS zitten oud-Irakezen zijn, ja, uit het leger van Saddam Hussein. Hè? IS is grotendeels een Irakese organisatie. En laten we maar starten op het moment dat de Amerikanen Irak bezet hebben. Dus dat is vanaf 1 maart 2003. En toen moesten ze moesten iets met Irak, als je het eenmaal bezet hebt. Laat ik er nog even kort bij zeggen, er was geen enkele reden om dat te doen. Saddam Hussein had totaal niets te maken met 9/11. Dat hebben de Amerikanen uitgevonden dat het wel zo was. Een hele lange propagandaoorlog gevoerd dat het zo was. En nu hebben ze Irak bezet. En vanaf dat moment hebben ze vrijwel alles fout gedaan. Ze hebben de Baathpartij opgeheven. Dat was het officiële politieke instrument van Saddam Hussein. En ze hebben bovendien het leger ontbonden. Allemaal Bremmer, ooit ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland. Toen al een vervelend autoritair baasje. En dat was hij in Irak uiteindelijk ook. Want dat betekende dat duizenden en duizenden mannen met een heel behoorlijke baan en een heel aardig inkomen plotseling alles kwijt waren. Ja, alles kwijt waren. Ze hebben heel kort nog een soort uitkering gekregen, maar dat was volstrekt onvoldoende om van te leven. Ja. Dus wat moesten die mensen? Het waren vrijwel allemaal Soenieten, want het regime in Irak was een Soenitisch minderheidsregime wat de Sjiïtische meerderheid onderdrukte. Dus de meeste van die lui hebben zich onmiddellijk aangesloten bij een soort van low-key opstand tegen de Amerikaanse aanwezigheid. We weten allemaal hoe effectief die in feite is geweest. Ondertussen bouwden de Amerikanen aan een democratie in Irak en de Sjiïten zijn daar in de meerderheid. Dus het lag nogal in de verwachting dat er ook een Sjiïtische regering zou komen. Onder leiding van precies de verkeerde figuur, Nouri al-Maliki. Ja. En wat heeft hij gedaan? Die heeft eigenlijk in toenemende mate een sectarisch intolerant bewind gesticht, waarbij Soenieten werden ontslagen. De Soenitische vicepresident moet vluchten naar Koerdistan. Het was een wanvertoning. En daarvan heeft eigenlijk de beweging, die eerst Al-Qaeda in Irak heette, gebruik gemaakt om in feite een soort van weerstandsbeweging te stichten. Die El-Bakr el-Baghdadi, die daar nu de baas van is, die is in ongeveer 2010 is die daar de leider van geworden. Niemand stelde zich daar veel voor, maar hij blijkt dat enorm goed gedaan. Hij begint zijn carrière in een Amerikaans gevangenenkamp in 2004, waarin hij in feite al die lui heeft leren kennen die nu het kader vormen van IS. En zij richten zich, IS richt zich in eerste instantie tegen Assad en wordt door bijna iedereen, ook in het Westen gezien, als misschien nog ook nog wel een partner tegen Assad. Ja, ze hebben de Syrische burgeroorlog gebruikt als een soort van opstap naar een beheersing van gebied. Hij op een moment heeft Al-Bakr bedacht, ik wil eigenlijk een staat stichten, het nieuwe kalifaat geheten. En al die Sunni-steden die langs de Eufraat en het Tigris liggen, hadden schoon genoeg van het Sjiïtische bewind. En dat was allemaal keurig voorbereid en hebben zich laten bewerken door IS om in feite onder IS-gezag te geraken. Ja. Zo is in feite het nieuwe kalifaat ontstaan. In Syrië was dat ook mogelijk, omdat IS zich daar vrij snel gericht heeft tegen andere verzetsgroepen, tegen Assad. Ja. Maar in algemene zin kun je zeggen, hebben de Amerikanen dus eerst de basissituatie gecreëerd waarin het mogelijk was om de IS-beweging van de grond te krijgen. Zonder de Amerikaanse interventie in Irak, nogmaals een totaal overbodige exercitie, zou dit allemaal niet gebeurd zijn. Dat is de ironie van de zaak. Wij vechten nu tegen een monster dat wat Amerika gecreëerd heeft. Ja.
En als je met Amerika identificeert, kun je zeggen wat wij zelf gecreëerd hebben. Nou ja, goed, ik zeg we zelf, omdat wij natuurlijk, wij ook Nederland in zekere zin een betrokkenheid nou hebben. Nou ja, wij zijn zowel in Afghanistan als in Irak betrokken geweest bij het Amerikaanse optreden. En dat hadden we naar mijn idee zeker niet moeten doen. U hoort, het is uw schuld eigenlijk. Ja, dat is nog korter dan de bocht van het exposé hiervoor. Het ligt er met waar je de geschiedschrijving begint. Ik vind het een interessant exposé voor een scriptie. Maar het gedeelte waarin een minderheid een land terroriseert, ja, daar kun je ook weer een heel exposé over hoe dat allemaal weer komt. Maar we gaan niet te veel in de geschiedenis zitten hoor. We moeten ook even blijven bij waar we nu zijn. Maar ik vind het typisch Nederlands. Ja. En natuurlijk, als je verstand van geschiedenis hebt, zou het gek zijn als je daar niet heel veel over zou willen vertellen. Maar waar het nu over gaat, is hoe zorgen we er nu voor dat we als Nederland niet voortdurend eerst gaan nadenken over procedures en wie de schuld heeft. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen gewoon blij naar zijn werk gaat. Ik liep vanmiddag over het Binnenhof, ben in de Tweede Kamer geweest. Ik heb geen spoor ontdekt van nervositeit. Ik zag wat meer marchés op straat, duurde iets langer voordat ik binnenkwam. Met op een uiterst Hollandse manier, uitermate flegmatiek, werd daarmee omgegaan. Ja. Dat is de realiteit. Ja. En wie schuld het is, zullen we het later zeker ongetwijfeld nog over hebben. En dan, ja, met geschiedkundigen is net als economen. We hebben ook nooit een kredietcrisis gehad, of wel. We kunnen hier namelijk wel enige conclusies uittrekken. Alle militaire interventies die de Amerikanen gepleegd hebben, zijn uitgedraaid op massale mislukkingen. Of het nu Afghanistan is. Voor de Tweede Wereldoorlog wel een aardig succes eigenlijk. Libië, ja, we hebben het nu even over het Midden-Oosten. Want nu gaat u al ver terug. Hè. U verwijt mij dat ik over geschiedenis praat. En hij had geschiedkundigen. We komen straks bij de 80-jarige oorlog aan. Volwaardige interventie. Een aantal dingen uit het oog verliezen. Het is Osama Bin Laden die Amerika heeft aangevallen om een actie van het Westen uit te lokken. Omdat het, daar is die wel grotendeels in geslaagd. Ik heb dus altijd gedacht. Het gaat meer dan Amerika. Waarom? Omdat Osama Bin Laden en de ideologie van Al-Qaeda al langer bestond. En die ideologie wou juist dat Amerika en het Westen daar in die modderpoel terechtkwamen. Dat hebben ze gedaan. Om hun droom waar te maken. Dus dat betekent dat ze momenteel hun droom aan het verwezenlijken zijn. Die jongens, waar we het net over hebben, die mannen, jonge mannen. Zijn die met dit soort geschiedenislessen bezig? Gebruiken die dat? Zeggen die dat van daar en daarom wil ik mij aansluiten en daarom wil ik daar naartoe? Ze lezen niet de volledige geschiedenis, niet de genuanceerde geschiedenis, wetenschappelijk benaderd, maar specifieke gebeurtenissen. De val van het kalifaat bijvoorbeeld, hoe dat de Arabieren werden bedrogen, omdat hen een Arabisch kalifaat werd beloofd. Daarna de kolonisatieperiode, decolonisatieperiode, dictaturen. En natuurlijk, de droom van het kalifaat leeft onder de moslims. Wij vergeten dat. 4 jaar na de val van het kalifaat zagen we de moslimbroeders een partij oprichten om het kalifaat te herstellen. Daarom dat ik zeg van die droom, die ideologie om het kalifaat te herstellen, leeft onder moslims alvorens Bush geboren was. Maar bent u dan niet met me eens dat de Amerikanen werkelijk het stomste hebben gedaan wat ze hadden kunnen doen? Ik heb altijd gedacht dat Osama elke dag, elk jaar een kerstkaartje stuurde naar het Witte Huis. Geachte president Bush, wat ben ik u diep, diep dankbaar voor de stupiditeiten die u bedreven heeft in de afgelopen jaren. Moussa Bessouri, een strateeg van Al-Qaeda, heeft geen kaarten meer. 6 punten. Nee, nu niet meer. Nee. De strateeg van Al-Qaeda, Abu Musab al-Suri, heeft 6 punten uitgestippeld hoe dat het kalifaat moet hersteld worden. En een van die punten was een oorlog ontketenen in Irak. En dat was alvorens Bush aan de macht kwam in Amerika. Die oorlog is er nu. En die is er geweest. En die is eigenlijk nog steeds gaande. Er zijn 40.000 tot 50.000, de getallen wijken iets van elkaar af. Mensen die eigenlijk deel uitmaken van die islamitische staat. Militair gezien zou je zeggen, appeltje uitje of niet? Nee, dat is daar is het helaas te complex voor. He, u vroeg net waarom gaan die Fransen nu meteen bombarderen. Dat is natuurlijk alleen maar voor het nationale toneel. Omdat iedereen boos is, teleurgesteld en wil dat er iets gaat gebeuren. Maar aan de andere kant, de politiek eist ook in het Nederlandse geval altijd precisie, precisie, precisie. Geen collateral damage. Dus de doelen die aangevallen worden, die hebben wel degelijk met de IS te maken. Daar win je overigens, daar ben ik volstrekt met onze historicus eens geen oorlog mee.
Maar je houdt ze wel klein, je houdt ze bezig, je houdt ze on the run. En je maakt ze ook geen magneet voor mensen die twijfelen of ze in deze samenleving verder moeten. Dat laatste waar ik te betwijfelen. Waarom zou het geen magneet zijn? Want juist als ze aangevallen worden, kunnen nog meer jongens toch zeggen uit de buurt waar u vandaan komt. Inderdaad. Dus de slogan van IS luidt, Baqiya wa tatamaddad. Dus het zal blijven en het zal uitbreiden. Het Westen is erin geslaagd om het te beperken. Het niet verder te laten uitbreiden. Zonder die bombardementen hadden ze zeker Bagdad ingenomen, voor alle duidelijkheid. Ja. Dus het is beperkt. Maar die bombardementen zorgen ervoor dat IS in hun propagandafilmpjes meer kunnen recruteren. Omdat er sowieso onschuldige mensen sterven. En die camera's worden gericht natuurlijk op die onschuldige mensen. Ook al zijn het er maar 2 of 3. Dus ik ga hiermee volledig akkoord dat zonder boots on the ground een oorlog nooit kan gewonnen worden. Oké, dat vind ik een andere vraag. Maar het feit waar jij het over hebt, is het gaat over propaganda en hoe je die propaganda voedt. Maar kan je toch verzekeren als commandostructuren vernietigd worden, als geld vernietigd wordt, als wapens vernietigd worden, dat het lastig is om een organisatie, hoe je hem ook noemt, in stand te houden en effectief te laten zijn. Dan blijft uiteindelijk alleen propaganda over. Okay. Keep them on the run. Het is wel aantrekkelijk. En ik denk dat IS vandaag beseft dat het kalifaat die zij hebben gesticht niet per se een kalifaat is, omdat zij de moslims niet beschermen. Maar ze gebruiken die concepten die leven onder de moslimbevolking om te recruteren. Ja. Toen jongeren in Nederland hoorden over het herstel van het kalifaat, iets waar dat ze dagelijks misschien mee geconfronteerd worden op internet tijdens conferenties, dan was het zo van, ja, wij hebben het gedaan. Wij hebben de koloniale grenzen uitgewist. En dit heeft IS natuurlijk gebruikt om te recruteren. Ja. De droom, ik geloof wel helemaal niet dat ze in staat zouden zijn om Bagdad in te nemen. Want dat is echt een militaire klus van totaal andere aard dan al die relatief kleinere steden daar. Zonder bombardement hadden ze Bagdad in. Ik denk dat ze Bagdad al kunnen nemen en dan. Zeker. Jongens, laten we dit gedeelte van het voorspellend stratego even achterwege laten.